trainer Sipke Hulshof. Ik denk dat er een gelukkig trainer voor mij staat. Ja, een hele blije trainer. Hè? Na twee wedstrijden 1 punt was dit een hele belangrijke wedstrijd voor de stand. Hè? Almere staat natuurlijk bij ons in de buurt, die stond boven ons. Dus deze overwinning komt wel heel erg lekker. Was het een zwaar bevochten overwinning? Denk ik wel. Hè. Als jij ziet van hoeveel energie wij er nog in hebben moeten stoppen om tot de laatste seconde wedstrijd over de streep te trekken. Dan kan ik alleen maar een compliment geven richting de jongens. En die hebben echt alle energie erin gestopt om deze wedstrijd te winnen. Het is wel een ongelooflijk verschil natuurlijk. Hè. Nu je deze wedstrijd wint, sta je een punt op Almere voor. Anders kwam je 5 op 8. Kun je nu de inhaalrace zeg maar ook weer inzetten met MVV opkomst? Het staat allemaal vol maar dicht bij elkaar. Ik dacht dat RKC op plaats 9 stond met 39 punten. Dus dat zegt ook iets over hoe kort alles bij elkaar zit. Maar in de doelstelling die wij willen bereiken is deze overwinning wel heel erg belangrijk. En ook voor het moraal. Je grijpt in deze uitwedstrijd ook weer terug naar de 3 centrale verdedigers achterop. Is dat kijkende naar Almere of meer vanuit de eigen ploeg? Nee, maar ook naar eigen. Wij kunnen 2 systemen uitstekend spelen. En dit systeem heeft ons in uitwedstrijden al heel veel gebracht. Hè. Door dit systeem hebben wij in uitwedstrijden volgens mij niet meer verloren. En vandaar dat wij ook gezegd hebben voor deze wedstrijd dat we weer terug gaan naar dit systeem. Ook met Sander Houtkoop als loper aan de linkerkant en met Jordi van Delen als diepgaande man aan de rechterkant. Dus het is best wel een heel aanvallend concept. Hè. En ik vond ook wel dat wij in eerste helft bijna geen kans hebben weggegeven. Dus dat is het voordeel van dit systeem. Alleen daaruit vind ik ook dat wij de eerste helft te weinig hebben gecreëerd. Vandaar dat wij ook terug zijn gegaan naar het 4-3 systeem. Wat heb je tegen de spelers in de rust gezegd? Toen was het 0-0 nog? Ja, we hebben gezegd dat wij geconcentreerd moesten blijven. Dat is natuurlijk één, want ja, zij blijven met Ananag en Overtoom. 2 jongens die vanuit niks in wedstrijd kunnen beslissen. Nou ja, we hebben natuurlijk uitgelegd dat we het andere systeem wilden gaan spelen. We wilden Tarik gaan brengen. We wilden iets meer scorend vermogen erin brengen. En later staat nog Sander van der Steek erbij gebracht. En dat puur om deze wedstrijd te willen winnen. Je bent wel in de luxe positie dan om spelers als Sander van der Streek en Tarik Tisoudali nog in te kunnen brengen. En je hebt nog meer op de bank zitten, dus dat moet ook wel lekker zijn, denk ik. Nee, zeker, als jij als trainer in de Jupiler League met deze groep kan werken en je hebt nog zulke jongens op de bank en je kunt zo wisselen. Nou, dan kun je als trainer alleen maar heel erg tevreden zijn.